Vandaag bevind ik mij op de Belgian Tube Days, een evenement waar heel wat YouTubers naartoe komen om elkaar te ontmoeten. Ik vroeg mij af wat je nu precies allemaal nodig hebt om aan YouTube te doen. Een deftige camera, dat moet niet te duur zijn. Een goede camera? Een camera, jezelf. Dan kan je al beginnen, toch? Gewoon een gsm. Oké, dus als YouTuber heb ik een camera nodig. Zoveel is duidelijk. Toch zijn er ook mensen die vinden dat je gewoon met je gsm aan YouTube kan doen. Al zijn de meningen daarover verdeeld. Wat vind je van mensen die met hun gsm vloggen? En de bedoeling is, ze willen graag gevlogd worden. En ja, dat is duidelijk. Het leuke van YouTube is dat met alles kan, met alle camera's. En als ze verticaal gaan filmen, dan is het een no-go. Het is horizontaal. Je kunt gewoon met je iPhone beginnen. Dat hebben wij ook gedaan. En met onze iPad even later. Iedereen heeft de Canon G7X en iedereen heeft de Sony RX100. En nou, als jij dat met je telefoon doet, met je iPhone of zo, en een beetje dat authentieke nog geeft, het ouderwetse, dat kan ook leuk zijn. Ja. Oké, dus een camera of een gsm zijn prima. Wat heb ik nog nodig? Creativiteit, sowieso. Je hebt vooral plezier nodig. Gewoon enthousiasme. Motivatie en doorzettingsvermogen is wel het belangrijkste, denk ik, wat er is. Doorzettingsvermogen, dat moet je echt wel hebben. Discipline en volharding. Yes. Je moet echt keihard willen werken. Ja. Creativiteit, doorzettingsvermogen, motivatie en vooral plezier hebben in wat je doet. Oké, ben ik dan nu klaar om aan YouTube te doen of mis ik nog iets? Een creatieve persoonlijkheid. Je moet een persoonlijkheid hebben. Jezelf zijn. En als je jezelf bent, als je dat uit kan stralen, dan kom je er wel. Goede persoonlijkheid. Wat veel ontbreekt bij veel beginnende YouTubers is eigenheid. Dus gewoon je eigen ding doen. Oké, hier is mijn persoonlijkheid. Ben ik dan nu de ideale YouTuber? Bestaat die eigenlijk wel? Nee, want ik denk dat ieder mens iedereen op zich is uniek. Nee, iedereen heeft zijn eigen stijl, elke stijl is anders. Iedereen vindt een andere stijl ook leuk, dus de perfecte bestaat niet. Als jij zelf persoonlijk een favoriet hebt, en dan is dat uw ideale YouTuber, maar één ideale YouTuber bestaat niet. Elke YouTuber, dat is mooi van YouTube, heeft gewoon zijn eigen fanbase. En je ziet ook wel veel haat onderling tussen fanbases. Maar ik denk dat elke YouTuber zijn eigen kwaliteit heeft en zijn eigen publiek ook heeft. Dus het bestaat niet. Nee.